Activist Cibrano Piqué heeft vrijdag bij het oorlogsmonument voor de gevallenen actie gevoerd tegen de recente verhoging van de brandstofprijzen. Hij zegt dat hij een aanzet heeft gegeven voor een nieuwe manier van actie voeren, omdat mensen daadwerkelijk bewust moeten worden dat het misgaat met de economie. Dit is een jugu-jugu-actie. Een actie voor 10.000 naar 20.000 sma. Die tijd is al voorbij. We leven in de nieuwe wereld. Dus met een kleine, compacte groep kan je al een duidelijk signaal geven. Als het drukker was geweest, dan hadden we een andere model van actie voeren, een andere strategie. Maar op dit moment zitten we nu hier met ongeveer een 50 tot 60 man. Ik ben zeer tevreden. Ik sta niet alleen hier, ondanks mijn agado dit jaar. En geloof me, ik denk dat Ayuru Doro eigenlijk voor een duidelijk signaal moest geven. Het is een nieuwe start. Het is een nieuwe aanpak. We doen het nu in plaats van in de ochtenduren, doen we het 's middags. Omdat we dat even weekend is, Samaisha, Moende, zijn we alles vergeten. Surinamers vergeten dingen snel. Piqué zegt dat de eenheid onder de bevolking groter moet zijn en dat mensen niet bang moeten zijn om hun misnoegen te uiten. Je ziet dat alles mee viering. Niemand kan er onder tafels en stoelen schuiven. Maar ik weet niet als er nog, zoals ik mensen hoor praten van ja, Cibrano is niet de juiste persoon om te trekken. Geloof me. Sami Wanina Bete Gisranang. Als er iemand is die weet dat hij het beter zal doen dan mij, zonder politieke achtergronden, Maisha, dan wil ik mijn stem ter beschikking geven. Dan ben ik alsmaar dat tikka leiding, Abra. Maar laat ons deze mannen een signaal geven. Piqué merkt op dat het volk moet inzien dat er beter bestuur moet komen. Hij is geen voorstander van vervroegde verkiezingen, maar wel van een verandering in de mentaliteit van politici.